staan hier bij UWT op de terminal. Hier worden containers gelost en geladen uit schepen en van vrachtwagens. De kraan die nu gebruikt wordt voor het laden en lossen uit schepen is een diesel-elektrisch kraan. En de wens van de klant was, UWT, om die kraan volledig elektrisch te maken. En wat het leuke is aan dit vliegwiel, om dat hier bij die havenkraan neer te zetten, als een kraan een last hijst, heb je in één keer zeg maar 700 kilowatt vermogen nodig. En dat kan je uit de dieselgenerator halen, wat nu gebeurt. Maar iedereen wil meer elektrificeren, dus die dieselgenerator moet weg en je moet dan de elektriciteit uit het netwerk halen. Nou, in één keer 750 kilowatt, dat is gewoon een korte, hoge piek. Je moet daar een hele grote aansluiting voor nemen. En met dat vliegwiel hoeft dat niet, want nu haal je die piekvermogen helemaal uit het vliegwiel. Dus het vliegwiel zit eigenlijk tussen het elektriciteitsnetwerk en de kraan in. En als de kraan gaat hijsen, levert het vliegwiel alle energie. En als de kraan weer zijn last laat vieren, wordt de remenergie weer teruggeleverd in het vliegwiel. Dan laat hij weer een beetje op. En in de tussentijd, als die kraan niet zoveel energie vraagt, wordt het langzaam opgeladen uit de netaansluiting. Dus wat een vliegwiel heel goed kan, is zeg maar piekshaven, om het in mooi Nederlands te zeggen. Dus allerlei hoge pieken aan vermogensvraag kan het vliegwiel heel direct en snel leveren. Waardoor je andere systemen niet belast of het netwerk niet zo belast.